De afgelopen week is in het Vlaams parlement de Klimaatcommissie aan haar werkzaamheden begonnen. Officieel de Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen. Want sinds de klimaattop in Parijs en het akkoord dat daar is afgesloten, ligt er nogal wat werk op de plank. Welkom bij Actua TV. Dag dames en heren, bij mij zit Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA Wilfried van Dalen, verslaggever van de Klimaatcommissie in het Vlaams parlement en aan de andere kant van de tafel Hermes Sanctorum van Groen, ondervoorzitter van diezelfde commissie. Ja, Hermes Sanctorum, uw partij heeft in de nasleep van de klimaatconferentie in Parijs eind vorig jaar gevraagd om zo'n commissie op te richten. Tevreden dat ze er nu is, eindelijk, die commissie? Ja, absoluut. En ik ben alle politieke partijen in het Vlaams parlement dankbaar dat zij zich zo kwetsbaar opstellen. Want wat moet er gebeuren? Ja, er moet veel gebeuren, ja, om de klimaatopwarming tegen te houden. En Vlaanderen moet haar steentje daarin bijdragen. Dat is ook goed voor onze economie, dat is goed voor de burger. Maar tot nog toe was het eigenlijk altijd een spelletje meerderheid versus oppositie. Er was ook veel wanhoop, hè, want ook de internationale onderhandelingen over klimaat verliepen heel stroef. Maar sinds het akkoord in Parijs, eind 2015, is er opnieuw perspectief, is er hoop. En je ziet dat bij alle politieke partijen het besef aan het groeien is van er moet inderdaad iets gebeuren. We zijn niet op schema, we moeten meer doen. Het is ook goed voor Vlaanderen. En nu kunnen we eindelijk van start gaan met die klimaatcommissie. En ik hoop dat we dus uiteindelijk tot een pakket aan maatregelen, concrete maatregelen komen om het verschil te maken in Vlaanderen. Ja. U ook tevreden, Wilfried van Dalen, dat die commissie er eindelijk is? Ja, ik denk dat alle partijen dat inderdaad wel wilden. Hè. Alleen moeten we zorgen dat daar concrete dingen mee gebeuren, dat daar ook concrete aanbevelingen uitkomen. Want het is een beetje een hype, het klimaatverhaal. Dus we zien dat de Senaat nu een klimaatcommissie instelt, dat de Vlaamse regering een klimaattop organiseert in twee afleveringen, dat wij met het Vlaamse parlement nu een klimaatcommissie op de been brengen. Dus het moet wel de bedoeling zijn dat dat geen praatbarak wordt en dat we niet op alle niveaus dezelfde mensen, dezelfde verhalen laten houden. Verhalen die we eigenlijk ook, zeker als we mensen die met de dossiers bezig zijn, eigenlijk ook al kennen. Maar dat we daar echt concrete dingen boven kunnen spitten waar we beleidsmatig ook iets mee kunnen doen. Ja. Er wordt gefluisterd dat u graag voorzitter was geweest. Het is nu Jan Peumans en u bent geen voorzitter. Blijft dat hangen? Och, het blijft een beetje hangen. Het is zo dat, je weet dat, binnen het parlement is er een verdeling aan de hand van het aantal zetels dat je hebt. Als partij krijg je dus commissievoorzitterschappen. En het was aan onze beurt om nu de voorzitter te leveren aan de N-VA. En u voelde zich geroepen? Nee, niet noodzakelijk, maar de partij had gezegd, ja, Van Dalen houdt zich met klimaat bezig, dus hij moet daar voorzitter van worden. Ik denk dat dat ook bij alle partijen zo aanvaard werd, ook bij de oppositie. Alleen bleek er één partij, CD&V, daar niet zo gelukkig mee en was er een soort veto. En dan kan je twee dingen doen, ofwel maak je daar ruzie over, maar dat zou niet goed geweest zijn voor die commissie. Want ook niet voor het klimaat. Hè. Is ook niet voor het klimaat. We zouden ook weer bij de mensen zo het idee oproepen van gaat het nu over functies en status. Dus de beste oplossing leek ons dan om dat aan Jan Peumans te vragen, die toch als parlementsvoorzitter verheven is boven elke verdenking. U had in het verleden misschien al een beetje te veel kritiek gehad op Joke Schaafvliegen van de CD&V. Dat zou de reden kunnen zijn. Ja. Nu goed, die klimaatcommissie die moet uitmaken hoe Vlaanderen die afspraken die in Parijs gemaakt zijn in de praktijk gaat brengen. Doel van de afspraken, de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius houden, als het even kan zelfs 1,5 graad. Nu, ik denk, dat probleem dat is toch al langer bekend dan vandaag. Ik bedoel, het klimaatprobleem, de klimaatopwarming, dat een bedreiging vormt, dat weten we toch al langer dan vandaag. Een ontwikkeld land moet daar toch nu al mee bezig zijn, Hermes Sanctorum? Ja, absoluut. En het is trouwens niet alleen een bedreiging, de klimaatverandering, maar het is ook goed om klimaatbeleid te voeren. Hè. Om een voorbeeld te geven, als je investeert in openbaar vervoer, dan is dat niet alleen goed voor het klimaat, maar dan zorgt dat ook voor minder files en dergelijke meer. Maar het klopt natuurlijk dat we al langer weten dat er iets moet gebeuren. En ik kan ook niet zeggen dat er afgelopen jaren niets is gebeurd. Alleen is het gebleven bij, laat ons zeggen, de gemakkelijke maatregelen. Hè. Zaken die je op korte termijn gemakkelijk kan invoeren. Ik ga een voorbeeld geven. Dakisolatie van woningen. Het is al bij al nog vrij eenvoudig om daken te isoleren.
Een ander voorbeeld, meer of minder energieverbruik in de landbouwsector. Maar het, wat men noemt laaghangend fruit, hè, dus de gemakkelijke maatregelen, die zijn een beetje opgeraakt en we gaan diepgaander moeten gaan. Om een voorbeeld te geven, terug naar de isolatie, in stedelijke omgeving, in steden, ja, je woning renoveren, dat is niet zo gemakkelijk, dat kan je eigenlijk niet op je eentje. Dus we gaan echt renovaties moeten organiseren op wijkniveau. Waarbij dat een gemeenschappelijke aanpak wordt ondernomen en waarbij dat de overheid ook de regie wat in handen houdt. En ja, dat is goed voor het klimaat, maar dat zal natuurlijk goed zijn voor de mensen die woningen hebben of wonen in die huizen, als het over huurwoningen gaat. Omdat die energiefactuur die tuimelt naar beneden. Je kan met gevelisolatie en dergelijke meer, kan je fantastische resultaten bereiken. Voor een lagere energiefactuur. Dus we gaan diepgaandere maatregelen moeten treffen. Ja. Nu, dus we weten al lang dat er een probleem is met die klimaatopwarming. Er zijn al maatregelen genomen, maar de makkelijke, tussen aanhalingstekens, nu is het tijd voor grondiger werk. Ja, absoluut. Mag ik het zo samenvatten? Ja, en soms gaat het over grote obstakels, maar die gemakkelijk te benoemen zijn. Om terug een voorbeeld te geven in zaken de isolatie van woningen. Als je naar de huurwoningen kijkt, die zijn opvallend slecht geïsoleerd. En wat zie je? Bijna een derde van die woningen behoort toe tot eigenaars die ouder zijn dan 64. En men heeft onderzocht waarom dat die mensen uiteindelijk die renovatie niet doen. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Die mensen die zien dat eigenlijk niet meer zo zitten om gans die administratieve romslomp op zich te nemen en dergelijke meer. Dus wat moet er gebeuren? De overheid moet die eigenlijk een stukje ontzorgen. En zo kunnen we op eigenlijk korte termijn een ganse reeks woningen isoleren als de overheid de regie een beetje het in handen neemt. Ja. Wilfried van Dalen, in de wetenschap dat we dus inderdaad al langer dan vandaag weten dat er een probleem is. Kyoto is van 1997, de film van Al Gore van 2005. We weten dus al langer dat er een probleem is. In die wetenschap, kunnen we zeggen dat we al goed bezig zijn of is er nog heel veel ruimte voor verbetering? Ja, één, we weten het al langer, dat is waar. Maar we weten ook dat heel wat mensen dat nog lange tijd hebben op de helling geplaatst. Gezegd, een beetje ontkend van, ja, is dat wel zo'n probleem? Anderzijds, er zijn ook nog andere problemen, milieuproblemen, naast die klimaatproblemen. Maar we weten inderdaad dat die negationisten, zeg maar, dat die toch wel bij het verkeerde eind hebben. En die bewijzen die stapelen zich ook langzaam maar zeker op. Hè. We weten dat de broeikasgassen in de lucht dat met een derde is toegenomen sinds de industriële revolutie. Want veel mensen zeggen dat is een natuurlijk fenomeen. Daar hebben de mensen eigenlijk niks mee te maken. We weten dat dat niet zo is. We weten dat de zeespiegel ook bij ons, Oostende, met 12,5 centimeter gestegen is sinds de jaren 30. Tot 2006. Sindsdien gaat dat nog sterker. We weten dat de poolkappen intussen sinds de jaren 50 gehalveerd zijn. Dus je ziet die bewijzen zich opstapelen. En dat belangrijk is, die bewijsvoering, om die mensen die nog niet overtuigd zijn. De vraag was, we weten het al langer, we hebben steeds meer mensen overtuigd van de noodzaak. Maar waren we intussen al goed bezig? Ja, maar er zijn dus verschillende stappen. Ten eerste, je moet overtuigd zijn. En meer dan alleen maar de specialisten. Het moet ruimer gedragen zijn. Ik denk dat dat nu het geval is. Twee, het is een internationale problematiek. Het moet ook internationaal aangepakt worden. Het heeft weinig zin als wij als Vlaanderen nu zeggen, ja, wij gaan dit en wij gaan dat. Hè. Wij zitten in een mondiale situatie. Vandaar ook dat het goed is dat nu ook in Parijs landen als de Verenigde Staten, als China, mee in de boot stappen. Weliswaar nog niet met bindende afspraken, maar toch met een engagement. Dat is belangrijk, dat was nog niet zo in Kyoto. Want als wij als Vlaanderen zeggen, kijk, wij gaan die normen voor onze bedrijven hoger leggen, en die bedrijven zien dat niet zitten en verhuizen naar een land waar de normen lager zijn, ja, dan hebben we ook geen winst geboekt. Dan zijn we onze werkgelegenheid kwijt en ook het milieu vaart daar niet wel bij. En dan uw vraag van, zijn we goed bezig? We kunnen altijd een tandje bijsteken, maar zeker Vlaanderen, en in de Belgische context denk ik dat wij daar als regio
nog iets beter scoren dan de anderen. Wij hebben een klimaatbeleidsplan, wij hebben een klimaatfonds, ja. Dus wij zijn daar wel al mee bezig. Ja. Wij hebben, ja. Hermans noemde al een aantal voorbeelden, maar er zijn er nog wel meer. Ja. Hè. Ik lees onder meer dat Vlaams minister Homans een actieplan heeft voor groenere wagens voor de Vlaamse overheid. Is dat zo'n voorbeeldfunctie die de overheid moet vervullen? Dat is een voorbeeld, maar er zijn er wel meer. Wij hebben als Vlaamse overheid administratieve gebouwen de laatste jaren ook bij de stations ingeplant. Ja. Dat is zo in Antwerpen, in Gent, in Brugge. Dat is belangrijk dat mensen met het openbaar vervoer naar hun werk kunnen komen. Wij hebben in 2015 als Vlaamse overheid, ook minister Homans, 1 miljard euro, dat is nooit gezien, 1 miljard euro geïnvesteerd in renovatie van sociale woningen, in isoleren van sociale woningen. Heel belangrijk, ja. Twee vliegen in één klap. Enerzijds, je spaart er energie mee, het is goed voor het milieu. Maar anderzijds, het is ook juist die kwetsbare groep die in sociale woningen woont, die de energiefactuur ziet dalen dan. Krijg je het uitgelegd dat de hogere verkeersbelasting vanaf dit jaar gekoppeld aan de uitstoot niet geldt voor leasewagens? Dat krijg je denk ik momenteel wel uitgelegd, ja. Het heeft ook te maken... Ik weet wel dat u een aantal argumenten op tafel kan leggen waarom het niet gebeurt. Mm-hmm. Maar aan de ene kant zeggen van kijk, een actieplan voor groenere wagens. En aan de andere kant zeggen van ja, leasewagens, dat hoeft niet. Die hogere verkeersbelasting, dat ligt toch moeilijk? Ja, maar ik denk dat je het probleem van de leasewagens en de bedrijfswagens inderdaad moet aanpakken. En dat vinden wij ook. Maar dat je dat moet doen in de bredere context van de fiscaliteit natuurlijk. Hè. Dus je moet dat, want nu, u weet dat ook, dat wordt beschouwd als een soort loon, hè, een deel van het loon. Dus je moet dat in het geheel van die belastingaanpak bekijken. En dat willen wij zeker. Federaal niveau natuurlijk. Dat willen wij zeker, ja, maar dat willen wij zeker ook doen. We hebben ook aan Vlaamse kant een aantal dingen gedaan. De vergroening van de belasting op inverkeersstellingen. Ik heb daar zelf nog in de vorige legislatuur hard aan getrokken. Hermes weet dat. Met een paar collega's. Dus we hebben dat gedaan. We hebben nu ook de kilometerheffing op vrachtwagens ingevoerd. Per 1 april komt die er. Wat ons betreft mag ook de kilometerheffing op personenwagens er komen. Zodanig dat mensen eigenlijk belast worden op het gebruik van hun auto. Ja. En niet op het bezit van hun auto. Want nu betaal je evenveel als die in de garage staat. Dan wanneer je er elke dag mee naar Brussel rijdt. Dus dat soort dingen zijn zeker nog mogelijk. Maar gebeurt er iets? Ja, er gebeurt iets. Ja. Niet alleen door de overheid, maar bijvoorbeeld ook door de industrie. Grootste vervuilers wat broeikasgassen betreft zijn de energiesector en de industrie. Nu, we weten dat de industrie een efficiëntietraject heeft van 1% per jaar efficiënter, energie-efficiënter. Dat tikt toch aardig aan, dat is ook belangrijk. Ja. Nu, hoe ambitieus moeten we zijn? Hermes Santorum, Vlaams milieuminister Schaafvliegen zegt in KNAK: iedereen wil meer bossen, meer bedrijfsterreinen, meer infrastructuur, meer bewoning. We zijn gedoemd om het midden te kiezen, zegt ze. Ja, daaraan gekoppeld, hoe ambitieus moeten we dan zijn? Ja, eerst en vooral is er ook een Europees kader. Hè? Dus Europa legt Vlaanderen of België op zoveel minder broeikasgassen moet uitgestoten worden tegen 2020, 2030. Ja, we zijn zelfs niet op schema om dat te halen. Dat zijn objectieve cijfers. Het Europees Milieuagentschap maakt die berekening op basis van cijfers die de Belgische overheid en Vlaamse overheid aanleveren. Dus ik kan objectief zeggen dat we onvoldoende doen op vlak van klimaatbeleid. En daarbovenop is het inderdaad zo dat ook in Parijs, tijdens die klimaattop, men heeft ingezien dat alle plannen die men vandaag heeft, wereldwijd, en dus ook in België, ook in Europa, dat die niet voldoen. Ja. Dus we gaan het ambitieuzer moeten maken. Als ik dan inderdaad Joker Schouwvliegen hoor zeggen en zie zeggen in interviews dat het allemaal niet gemakkelijk is en we moeten het midden kiezen, dat is inderdaad een typische CD&V-uitspraak over het midden. Ja, kijk, zij is ondertussen 7 jaar minister bevoegd voor klimaat. Dat zijn eigenlijk geen gepaste uitspraken van een klimaatminister. Ze voegt er in datzelfde interview wel aan toe. Bij de laatste begrotingscontrole heeft elke minister moeten inleveren. Ik heb 8,5 miljoen meer binnengehaald voor natuur. Ja, dat klopt eigenlijk niet. Hè? Want die 8,5 miljoen euro, dat ging over het boscompensatiefonds. Ja. Dat waren eigenlijk middelen die waren opgestapeld over de voorbije jaren en die eigenlijk moesten gaan naar het bos. Dus die middelen waren het theoretisch al, maar zij heeft dat gewoon zo laten liggen. Terug naar de Klimaatcommissie. Die gaat onder meer luisteren naar academici, specialisten. Verwacht u eigenlijk nog iets nieuws te horen? Wetende dat we die analyse eigenlijk in 1997 al gemaakt hebben, in Kyoto, dat die analyse al ontelbare keren gemaakt is. Moeten we nog iets nieuws verwachten? Maar
De taak van een commissie is niet om mensen uit te nodigen om een analyse te maken. Want de analyse die kennen we inderdaad allemaal. Ja. En zoals collega Van Dalen zegt, de geesten zijn echt wel gerijpt, ook bij de politieke partijen. Als je 10 jaar geleden keek naar debatten in het parlement, dan werd inderdaad nog gediscussieerd over klimaatverandering. Ja, gebeurt dat toekomst en heeft de mens daar iets mee te maken? Vandaag zeggen alle partijen, kamerbreed in het parlement, dat er een probleem is. Dus dat is op zich al een belangrijke stap. Maar denk de meerwaarde van deze klimaatcommissie is dat we onafhankelijke experten zullen uitnodigen en vaak van internationaal gerenommeerde instituten. En we hebben een aantal Vlamingen die daar zijn. Dat is natuurlijk de vraag. Hè. Verwacht u van hen nog iets nieuws te horen? Ja, wel. Ik van mijn kant, of vanuit mijn fractie, vanuit mijn partij, wij hebben natuurlijk concrete maatregelen die we graag zouden zien als resultaat van die commissie. Wij hebben ons plan klaar. Ik denk dat andere partijen ook wel plannen hebben. Maar het verschil is dat die internationale experten onbevangen een aantal maatregelen kunnen voorstellen. Als zij bijvoorbeeld kijken naar de transportsector in Vlaanderen, ja, dan weten die mensen dat er zich een torenhoog probleem stelt. Stel nu dat je Febiac als transportfederatie zou uitnodigen, ja, dan gaat die vooral uitleggen wat er niet moet gebeuren. Maar die internationale mobiliteitsexperten in dit geval, die zal onbevangen kunnen zeggen van kijk, daar staat het op en dat zou moeten gebeuren. En dan denk ik dat de slimme kilometerheffing een mooi voorbeeld is, waarbij dat je inderdaad een verschuiving organiseert van belasten op bezit van een auto naar gebruik. En uit alle studies blijkt dat het niet alleen goed kan zijn voor de portemonnee, maar dat het een hele grote impact heeft op klimaatbeleid en dat er minder broeikasgas wordt uitgestoten. Dus ik denk dat we naar concrete maatregelen moeten gaan op basis van de input van die specialisten. Misschien moet u bij Ben Bijtsis gaan aandringen op het invoeren van die kilometerheffing? Oh, maar dat staat in ons partijprogramma, hoor. Dus wij zijn er al een tijdje mee bezig. Maar je moet daar natuurlijk in een democratie wel een meerderheid voor vinden. Ik denk dat er ook wel aan gewerkt wordt. Nu, Hermes zegt internationale experten, we zijn het daarmee eens. Maar wat ons betreft moet het, en denk voor jou ook, moet het altijd wel over Vlaanderen gaan. Wij moeten weten wat wij hier concreet in Vlaanderen kunnen doen. En zoals wij het voor ogen hebben, we zouden graag een aantal experten, academici, mensen die inderdaad niet uit de sectoren komen, nou, die hebben soms wel eens banden met sectoren, dat weten we, ook professoren hebben dat, maar toch mensen die wat op afstand staan en die zeggen, kijk, voor de grote sectoren die hier een rol spelen, dat zijn industrie met daaraan innovatie natuurlijk gekoppeld, dat zijn de energiebedrijven, dat is de landbouw ook nog, je weet dat een koe per dag 120 liter methaan uitstoot. Arme beest. Dus landbouw, maar ook mobiliteit, verkeer en ook de gebouwen. De gebouwen, de gebouwverwarming. Dus dat we voor al die sectoren deskundigen hebben die zeggen, kijk, wat ons betreft, als wij die situatie in Vlaanderen bekijken, dan denken wij dat dit doel haalbaar is op die manier. Ja. Dat moeten die experten ons komen vertellen. Tweede stap is dat we dan vragen aan de sectoren, eventueel via de adviesraden die er zijn, maar ook de sectoren zelf, kijk, dat is het doel dat die experten haalbaar achten. Is dat voor jullie ook zo? Willen jullie dat halen? Kunnen jullie dat halen? Waarom niet? Dreigt waarom u niet wel? Uit te monden in een soort van grijs compromis waar de ambitieuze doelstellingen niet gehaald worden? Ik denk dat juist niet de bedoeling is, dat we echt heel concreet, met heel concrete maatregelen naar boven willen. Als u zegt, we gaan de betrokken sectoren confronteren met de bevindingen van die experten, ik kan me voorstellen dat die de weg van de minste weerstand gaan zoeken. Ja, maar als wij aan de sectoren zeggen, kijk, expert, gerenommeerd expert X zegt met al zijn kennis, of haar kennis, dat dit haalbaar is voor uw sector, en u zegt nu dat dat niet haalbaar is, hoe komt dat? Leg uit. Ik denk dat we heel concreet op die manier werken. U gaat zich meer gedekt voelen dan... Wij zijn niet van plan om inderdaad daar middagen naar elkaar te gaan zitten luisteren naar verhalen die wij al kennen en naar... Wij willen echt heel concreet weten wat kan er gebeuren en dan natuurlijk de vraag wat kunnen wij als politici, als beleidsmakers doen om ervoor te zorgen dat inderdaad ook gebeurt wat moet gebeuren. Hè? En dat wij eventueel de sectoren helpen via regelgevend werk om hen in de juiste richting te begeleiden. Ja. Nu, die klimaatcommissie moet voor het zomerreces klaar zijn met haar werk. Maar goed, dat zijn we nog niet. Hè? Het klimaatakkoord is afgesloten onder VN-lidstaten, dus België, niet Vlaanderen, anders uitgedrukt. Ook de andere gewesten en de federale overheid moeten meewillen. Hoe moeilijk wordt het om op één lijn te komen? Het lukte amper om tot een Belgisch klimaatakkoord te komen in de aanloop naar de top in Parijs. Hoe moeilijk wordt dat werk nog?
Ja, het klopt natuurlijk dat dat geen mooi staaltje was van goed politiek voeren. Hè. Als je ziet dat het 6 jaar heeft geduurd vooraleer onze Belgische overheden het eens waren over welke regio moet welke inspanning leveren. Nu, het verschil met de werking van deze commissie is natuurlijk dat dit op Vlaams niveau geldt. En het is eigenlijk heel duidelijk afgebakend waar Vlaanderen verantwoordelijk voor is. We zijn verantwoordelijk voor een beperkt aandeel van de industrie. We zijn verantwoordelijk voor landbouw, voor transport en voor de gebouwen. Dus daar gaat ook de focus naartoe. Er gaat ook heel wat geld naar innovatie. Vandaar dat we een apart domeintje hebben voorzien voor de Vlaamse Klimaatcommissie in zaken innovatie. Welke innovatieve instrumenten kan Vlaanderen inzetten om ook die klimaatverandering mee tegen te houden? Dus ik denk met de werking van de Vlaamse Klimaatcommissie dat we ver blijven van al die rare communautaire toestanden. Maar zoals ik al zei, het akkoord is afgesloten in Parijs, bedoel ik, onder VN-lidstaten. Dat is België, niet Vlaanderen. Dus op termijn gaat het toch wel tot een gesprek moeten komen met de andere gewesten, of niet? Ja, maar er zijn eigenlijk twee trajecten. Hè. Dus je hebt de discussie die in Parijs plaatsvond en dat was internationaal. En België zat er eigenlijk niet als onderhandelaar, dat was Europa. Want binnen Europa hebben we eigenlijk al afspraken gemaakt. En wat de Vlaamse Klimaatcommissie nu uitwerkt, geldt eigenlijk ook binnen het Europese kader. Heeft niet zozeer iets rechtstreeks te maken met Parijs. Maar het grote verschil met Parijs is dat vroeger, ook in het Vlaams parlement, werd vaak het excuus gebruikt van ja, maar heeft het allemaal wel zin wat we in Europa en ook in Vlaanderen doen als China, als de Verenigde Staten, als Saudi-Arabië, als die eigenlijk niet mee zijn. Dat argument is helemaal weggevallen. Ook het argument van de industrie. Wat heeft het voor zin hè, dat we de industrie hier in Europa, in Vlaanderen, strenge normen opleggen als het in China dan veel kan vervuilen. Dat argument is eigenlijk aan het wegvallen, omdat China ook meer en meer doet in de strijd tegen klimaatverandering. Ja, u wou erop inpikken? U zegt het is weggevallen. Het is niet helemaal weggevallen in die zin dat het geen bindende engagementen zijn. Het is goed dat China en dat de Verenigde Staten nu ook zeggen, we gaan meedoen. Zij hebben een aantal doelstellingen vooropgesteld waarvan elk levend wezen zegt van, is dat wel haalbaar? Gaan ze dat wel doen? Bij Europa, denk ik, ligt het enigszins anders. Ik denk dat wij dat binnen Europa ernstiger doen. Dus wat vorige keer gebeurd is, en dan komen we op het communautaire wat u daarnet wou aanhalen. Wat vorige keer gebeurd is, is dat Europa gezegd heeft, kijk, de lidstaten moeten dat en dat en dat doen. Dat is verschillend. De ene lidstaat kan wat meer dan de andere. En dan moest België inderdaad binnen Belgische context, Wallonië, Brussel, Vlaanderen, federaal, die Europese doelstelling vertalen. En dat heeft wat tijd gekost. Het is een boutade, maar het heeft geduurd tot de N-VA in de federale regering en in de Vlaamse zat, voordat er een oplossing is gekomen, voordat er een afspraak is gekomen. Ik zeg dat niet zomaar, ik meen dat ook. Dat moet nu natuurlijk weer gebeuren. Die oefening moet nu weer gebeuren met die nieuwe doelstellingen van Parijs, of met de nieuwe doelstellingen die wij al hebben afgesproken binnen Europa. Maar goed, als we zien hoe lang het de vorige keer geduurd heeft. Maar ook daar zou ik zeggen, ja, dit is niet alleen communautair. Als je een afspraak moet maken om het even welk thema, tussen mensen, in uw gezin, tussen bedrijven, tussen in een partij, dan heb je altijd een traject nodig. En dat is niet anders tussen gemeenschappen en gewesten zoals. Dus dat is denk ik niet moeilijker dan om het even welk ander besluit voor te nemen. Het is natuurlijk wel dat het steeds moeilijker wordt om afspraken te maken. Hè. De doelstellingen tegen 2020 zijn eigenlijk klein bier vergeleken met wat we voor de periode 2021 tot 2030 zullen moeten 40% doen. 40% minder CO2. Ja. Laat staan 2040, 2050. Tegen 2050 zouden we zo goed als CO2-neutraal moeten functioneren in gans Europa. Dat is ook een engagement eigenlijk binnen Europa. Als we zo'n politieke, communautair geladen discussies blijven voeren, dan zal het nooit lukken. Ja. Dus, De CD&V'ers Botuinen van het Vlaams parlement en zijn collega uit de Kamer, Leen Dierik, vragen nu al om een energie- en klimaatcommissie met vertegenwoordigers van de Kamer, het Vlaams verhaal, het Brussels parlement, om nu al een stukje gelijktijdig te werken. Is dat een goed idee? Persoonlijk vind ik dat echt allemaal onzin. Ik denk dat om dat echt op een communautaire toer te trekken, dat niet klopt. En heel de discussie, zelfs de verdeling die gebeurd is, die moeizaam gebeurd is inderdaad, maar die uiteindelijk wel gebeurd is,
is ook een discussie van wat is haalbaar. Je kunt om het even wat roepen. Als je weet dat je dat niet kunt uitvoeren, dan moet je dat niet doen. En dat was ook het probleem met in de laatste rechte lijn naar het akkoord, waar wij als N-VA zegden, daar zit een rekenfout in. En dat was ook zo, is ook toegegeven door het federale niveau. Waarom? Omdat het is allemaal een beetje technisch, maar het ging om hernieuwbare energie. De federale overheid heeft eigenlijk alleen de windturbines op zee die meetellen voor hun inspanning. Maar daar werd van alles bijgehaald, geïmporteerde energie, groene energie, stockage van energie en kool. Wij zagen dat dat niet klopte. Dat zou voor Vlaanderen een factuur van honderden miljoenen zijn geweest. Goed, ik wil dus, dit afronden, want jullie zijn uiteindelijk tot een akkoord gekomen. Je kunt zeggen, dit is niet belangrijk, maar het is natuurlijk wel belangrijk, want wat we zeggen dat we gaan doen, moeten we ook kunnen doen. Dat is in het belang van het milieu. Wat we zeggen gaan we doen. Ik mag het hopen. Het klimaatakkoord van Parijs treedt pas in werking als 55% van de VN-lidstaten het ratificeren. Is het probleem niet dat er geen sanctie of straf is voorzien voor die landen die het dan niet doen? Ja, u hebt natuurlijk een punt dat er strikt genomen geen sancties zijn opgelijst in dat klimaatakkoord. Het is niet zo dat daar ergens een boeteclausule is voorzien. Aan de andere kant is het wel, wordt het een wettelijk bindend instrument, een wettelijk bindend akkoord. En als je ziet wat bijvoorbeeld in Nederland is gebeurd verleden jaar, daar heeft de Nederlandse rechter, de Nederlandse overheid, verplicht om meer te doen. Zelfs meer dan wat Europa vraagt aan de Nederlandse staat. Waarop is dat gebaseerd? Op de zorgplicht in de Nederlandse grondwet. Dat was een zogeheten klimaatzaak. Ja, inderdaad. Of urgenda, zoals het heet in Nederland. Wij hebben er trouwens ook in lopen. Hè? En hier is het natuurlijk allemaal weer veel complexer, omdat er dan verschillende overheden zijn. Klopt. Maar goed, geen straf voor landen, die het niet ratificeren. Ik wil maar zeggen dat het klimaatakkoord in Parijs afgesloten als wettelijk bindend akkoord wel juridische waarde heeft. Maar het klopt natuurlijk dat er strikt genomen geen boetes zijn genomen. Maar ik wil er wel, of boetes zijn voorzien. Maar ik wil er wel aan toevoegen dat het heel duidelijk is dat het iedereen menens is wereldwijd. Want ik was er tijdens onderhandelingen in Parijs en op den duur begonnen Saudi-Arabië en Venezuela, die grotendeels afhankelijk zijn van inkomsten uit fossiele brandstoffen, ja. Probeerden die onderhandelingen op te starten over de compensaties die zij zouden krijgen eens de olieproductie naar beneden moet gaan. Dus dat betekent dat ook die landen die echt afhankelijk zijn van olie en die jarenlang de zaak hebben proberen te blokkeren, zelfs die landen weten dat het menens is. Ja. Maar goed, ik mag ervan uitgaan dat jullie beiden er alles gaan aan doen om ervoor te zorgen dat ons land geen blamage krijgt. Mag ik jullie daarbij heel veel geluk toewensen en jullie bedanken voor jullie komst naar onze studio. Wilfried van Dalen van de N-VA Hermes Sanctorum van Groen. En u kijker, uiteraard bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.